Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Create Above and Beyond. Vorige keer zijn we misschien een soort van dood gegaan. Maar vandaag ben ik van plan een stuk veiliger te gaan handelen. Want we gaan weer experimenteren met machines. We moeten namelijk verder met chapter 3. Want deze duurt al heel lang. En ik wil natuurlijk wel richting het einde. Want we hebben nu dan chapter 3. En dan hebben we chapter 4. En daarna komt de finale. Ik verwacht wel dat deze Melting the Funds en Ender Machinery een stuk sneller gaat. Omdat we natuurlijk al toegang hebben tot de end. Dus laten we eventjes wat items verzamelen en even wat tempo maken. Dus het idee wat we hier hebben is natuurlijk dat wij automatisch deze dingen kunnen maken. Namelijk de Quantum Entangled Singularity. Ik moet daar nog steeds heel vaak voor afkijken, want het is een hele ingewikkelde term. Maar deze Quantum Entangled Singularity, zoals je hem hier kan zien in de lijst, daar moeten we nog wat mee doen. We moeten het namelijk combineren met een bloem en hem dus eigenlijk verven. En dan krijg je een Chromatic Singularity. En daar houden de ingewikkelde termen op, want daarna krijg je gewoon een red paintball, of een gele, of een groene, of een blauwe, of een paarse. Of in ieder geval magenta is het officieel. Welke je krijgt is random, als je deze dus crushed, volgens mij. We moeten ervoor zorgen dat welke kleur dan ook we krijgen een magenta wordt. En daar moeten we dan weer iets aan koppelen. Maar laten we voor nu eventjes hierop focussen. Dus simpel gezegd, wat we moeten doen is eigenlijk hieraan een heel nieuw apparaatje maken. En ik denk ook dat dit een best wel lelijk apparaat gaat worden. Dus misschien wel slim om het lekker ondergronds te gaan bouwen. Oké, dit is onze barrel met alle Quantum Entangled Singularities. Laten we dat ook gebruiken als startpunt. We beginnen namelijk met een belt. En die belt die moet best wel een stukje doorlopen. Laten we hem voorlopig eventjes tot hier maken. Ik denk dat dat meer dan voldoende is. En alle items die komen dan op de belt en die gaan dan in deze basin. Die moeten we dan eventjes met een input funnel doen. Want die komen dan in de basin. Die worden dan uiteindelijk gemixt hier zo. Of nou ja, gemixt zeg ik wel. Maar ik bedoel gestampt. Even kijken. Oh, dat is... Oh, hé, hey, dan moet hij wel. Ik dacht dat ik hem misplaatste. En hierin wordt dan, zoals eigenlijk deze stap staat, de Quantum Entangled Singularity samengestampt met verf. En dan wordt het een chromatic singularity. Alleen, we moeten de verf nog fixen. Nou, dat is een vrij simpel trucje. We zetten hier gewoon een rose bush neer. En hierboven dan een deployer die wel goed moet staan. Waar is mijn wrench? Dus die zetten we dan zo neer. En daar komt dan bone meal in. Wat we er later in gaan zetten. En die gebruikt dan de hele tijd de bone meal op de rose bush. Dit is standaard Minecraft mechanics. Als je bone meal gebruikt om rose bush, krijg je meer rose bushes. Nou, hier zetten we dan even wat glas omheen, zodat het niet alle kanten opschiet. En dan houden we hier nog even open, zodat we er nog wel bomen daadwerkelijk in de hand kunnen zetten, mocht het nodig zijn. Dan aan deze kant zetten we een mechanical crafter met de input of de output direction naar de basin toe. Hier een hele mooie hopper en hier een vacuumulator. En die vacuumulator, daar moet eventjes heel snel een itemfilter in komen. Dan zetten we deze er natuurlijk in. Dan pakken we de rose bush en dan zetten we die op allow list, zodat die dus alleen rose bushes pakt. En wat hier nu dus gebeurt is dat als de rose bushes worden gemaakt, dan droppen ze natuurlijk hier in die bak. Dan zuigt de vacuumulator ze op, zet ze in de mechanical crafter. En de mechanical crafter maakt er dan red dye van. En dat komt dan hierin. Dat wordt gestampt met de Quantum Entangled Singularity. En dan hebben we onze chromatic singularity. Wat je misschien ziet, is dat er dus hier bij de recipe, je kan elke soort verf doen. En rood is natuurlijk het makkelijkst, want rose bushes zijn heel makkelijk te kopiëren. Het maakt alleen niet uit welke verf we erin doen. Het resultaat wat je eruit krijgt is dus altijd random. Dus uiteindelijk uit deze bak krijgen we elke kleur. En dat is niet heel praktisch voor ons. Kijk, hoeveel kleuren zijn het? 1, 2, 3, 4, 5. Oké, dus dan hebben we 5 van deze nodig, de drawers. Dus dan doen we die ook 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dit is prima zo. Oh, wacht, ik had ze nog eerst moeten crushen. Ik heb een stap overgeslagen. Whoops! Ik loop wel eens in mijn enthousiasme iets te hard van stapel. It's okay wel. Nu we wel crushing wheels hebben aangesloten, kunnen we dus nu de 5 outputs maken. Dus zoiets. En zoals ik zei, we moeten magenta balls maken. Want dat is de enige waarmee we dus de chromatic compound kunnen maken. Hoe we dat maken, kom ik zo op. We moeten natuurlijk eerst stap voor stap alles doen. Hier, stel, we krijgen een rode paintball. Dan moeten we die dus 1, 2, 3, 4 keer omvormen. Nou, hoe doe je dat? Je doet dat met item draining. Dus je pakt de rode paintball, je gooit hem op een item drain en je krijgt een gele. En chromatic waste, dat is letterlijk afvalwater. Nou, een item drain is gelukkig niet heel ingewikkeld om te maken. En we hebben er best wel wat van nodig. Ik denk 16 is meer dan voldoende voor nu. Hier, we hebben een lege basin. Daar doen we dan onze Quantum Entangled Singularity in.
Wacht, dan moet ik even heel raar droppen. Want deze drop je dus niet vooruit. Die drop je alleen maar recht naar beneden. Oké, zo. En dan doen we er een red die in. En dan stampt hij. En dan hebben wij, als het goed is, kijk eens aan, een chromatic singularity. Dit is ook chill, want nu kan ik het meteen afvinken in mijn questline. Dan halen we hem door de crusher, hier zo. Dus dan doen we die erin. En dan wordt die gecrushed. En dan hopelijk geen explosie of iets geks. Ik ga er niet vanuit. Dan hebben we 3 paintballs, huh? Ik wist niet dat je er maar, dat je er 3 kreeg, maar dat is wel cool. Oké, en dan hebben we dus, we hebben al een blauwe. Dat is eigenlijk ideaal. En basically wat je dan doet, is je haalt ze hier overheen. Dus je, oh, je doet de rechte muisknop op, dat werkt ook. Maar volgens mij kan je ze ook droppen. Nee, dat is niet hoe het werkt. Oké, maar met een funnel werkt het ook, dus prima. Je ziet wel hoe dat zo meteen werkt in de automatisering. En nu hebben we een magenta paintball. Die blauwe is nu natuurlijk magenta geworden. En dat zie je dus ook in dit reeksje. En dan om deze chromatic compound te krijgen, moeten we dus 4 magenta paintballs bij elkaar craften. Dat is het hele einddoel van de machine die we maken. Maar we gaan het eerst wel even automatiseren. Nou, stel je voor, hier komt rood. Dan moet die dus 4 keer door deze drain gehaald worden. Want het is van rood naar geel, dat is 1... Geel naar groen, dat is 2. Groen naar blauw is 3. Blauw naar paars is 4. Oké. Okay. En dan hebben we volgens mij geel daarna. Dus dat is dan 3 keer. Dan hebben we groen, dat is dan 2 keer. En dan hebben we blauw, die is 1 keer. En dan paars komt helemaal hier aan het eind. Die hoeft niet gedaan te worden natuurlijk, want die hebben we al. En deze willen we dan natuurlijk weer op een conveyor hebben, zo. Dus wat we dan willen doen natuurlijk, is allemaal conveyors hier neerleggen. Boom, 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 boom. En ah, mijn hoofd wordt geblokkeerd. Deze is een beetje tricky, want je kan niet maar 1 blokje doen. Dus wat ik hiervoor had bedacht was om een weighted ejector te gebruiken. Volgens mij had ik die al gepakt. Kijk eens aan. En dan doe je gewoon zo en zo. En die wordt dan ook gepowered door al deze belts. Dus volgens mij werkt het allemaal supergoed. Ik ben weer funnels vergeten te pakken, maar dat maakt niet heel veel uit. We kunnen alvast de output zetten in ieder geval. En basically, als er hier dus een rode inkomt, dan wordt die dus hier geoutput, gaat die hier overheen, dan rolt die er als het goed is overheen naar de volgende drain. En dan weer de volgende, totdat die magenta is en dan komt die op deze belt. Alleen, wat je misschien alweer was vergeten, was dat we natuurlijk allemaal waste krijgen. Hier, de chromatic waste. En dat is dus eigenlijk gewoon troep. Dat moeten we dus wegpompen. Want ja, als jij zo'n grote, dikke drol legt en je toilet spoelt bijna niet meer door, dan wil je daar ook vanaf. Dus we leggen eventjes flink wat papies. Koppelen daar denk ik eventjes 3 pompen aan. Gewoon just in case. Draaien we natuurlijk wel om, zodat die mooi staat. Perfect. En daar hebben we dan een nieuw item voor nodig. Namelijk de nullifier. Want basically wat dit doet, dit is een afvalbak. Maar dan in create. Hebben een zinkmachine voor nodig en je moet het combineren met een lava bucket. En wat dit dus doet, is dat als je de chromatic waste erin pompt, dan verdwijnt het. Dus je hoeft het letterlijk nergens op te slaan. Je verbrandt het als het ware en hoeft er niet meer naar om te kijken. Dus die gaan we eventjes snel in elkaar flansen. Hoppakee. En dan rammen we denk ik die gewoon hier zo. En dan hoppatee. Ik weet niet of we er verder nog iets mee moeten doen. Items and fluid inserted automation are destroyed instantly. Oh my god, wat goed zeg. Laten we hier dan nog eventjes snel een kleine ruimte maken waar we dan kunnen staan en toekijken of alles nog werkt. En niet te vergeten, we moeten hier natuurlijk ook nog onze mechanical crafter hebben. Waar de borders weggehaald moeten zijn. Oh, ik had ze volgens mij al. Ja, top. En dan een input. Zodat alles hier natuurlijk inkomt. Dan moet ik even uitzoeken wat de beste manier is om de bone meal te voeden aan deze deployer. Want we hebben hier 4000 bone meal. En dat gaat al best wel lekker. Alleen we willen dat natuurlijk automatisch hierin hebben. Op zich kunnen we het voorlopig wel even handmatig doen. En dan eventjes de rotational power kijken of alles oké is. Maar een automatische solution zoals deze weighted ejectors is misschien wel slim om te maken. Laten we deze eventjes loskoppelen. Want ik heb in principe niet heel veel behoefte aan dat deze machine nu aan gaat staan. Maar we hebben alles nu wel aangesloten op deze flywheel. Dus als we deze aanzetten, let's see what happened. Even kijken of alles aangaat. Nee, ik ben iets vergeten. Ik ben deze vergeten te connecten. Ding, dang, doeng. Oké, nee, draait de verkeerde kant op. Zo, en dan zo. En als het goed is, even kijken. Die belt draait de goede kant op. De rotation kant van die dingen maakt allemaal niet uit. Maar de crushing wheel en de belt wel. Deze belts, ho, draaien zo te zien ook allemaal de goede kant op. Alleen heel belangrijk om ook nog even te checken is dat deze goed staan. En die was ik ook vergeten. Jongen, jongen, hoe kan ik de pump nou vergeten? Gênant. Ja, easy fix. We zetten deze aan en het lijkt erop
Als we kijken naar de pijltjes, ze staan in ieder geval die kant op, richting de nullifier. Nu moet ik echt voor mijn leven uitkijken dat ik niet in die crushing wheels terechtkom. Maar verder kunnen we gewoon lekker gaan experimenteren nu. Wat we doen, we pakken de chute. We zetten de chute hieronder, zodat dit allemaal geplet gaat worden. En dan gecrushed. En dan krijgen we heel veel paintballs. Oh jee, oh jee, oh jee. Stop. Even die stoppen, denk je. Zo. Dit is ietsjes te veel. Oh jee. Waarom zijn het er zoveel? Hij blijft nog maar maken. Oh, hij heeft natuurlijk dat hele ding al volgestopt. Oké, wacht. Rood. Oh, nee. Hij moet wel... Oh jee. Oh, hij is al helemaal bezig. Dat is niet de bedoeling. Reverse die shit. Zo. Hoppa. Oh, volgens mij moet deze nog wel er even af. Oké, kalm, kalm, kalm. Rood. Hé, hey, waarom gaat hij er nou uit? Ik had deze omgedraaid, dacht ik. Maar blijkbaar die eerste niet. Oké. Rood. Dankjewel. Even double check. Rood, geel, groen, blauw, paars. Oké. Geel, groen, yeetus, deletus. En dan input, 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 input. En dan moet ik echt even met mijn leven strijden en al die paintballs erin gaan gooien, zodat ze gefilterd worden. Super, we hebben er al twee die af zijn, maar dat is op zich niet heel raar. Deze zetten we voorlopig nog eventjes naar beneden, zodat we met een hopper zo het in een double chest kunnen stoppen. Want we hebben nog niet de verdere machine om hierop aan te sluiten. Nu komt het leuke gedeelte, want we gaan eerst... Oh, 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 jeetje. Laat maar eventjes rustig hier een funnel plaatsen. We gaan eerst de magenta's even toelaten, zodat we eventjes kunnen zien hoe dit wordt gecraft. Zoals je kan zien, er is wel een flinke wachtrij. Niet ideaal, maar volgens mij gaat het niet stuk. Dus dat is fijn, hè? En nu maken we natuurlijk onze chromatic compounds. Daar ben ik wel echt heel erg blij mee. En dan komt het hele leuke gedeelte. Het wassen van alles. Zoals je ziet, gaat dit goed. En de way that the ejector doet dus ook mooiste taak. Dat is fijn. En alles gaat er gewoon soepel in. Alleen, er is nu echt een flinke wasrij. Maar dit ziet er echt uit als een fabriek. Ik vind het zo gaaf hoe dat eruit ziet. Wacht, we maken dit een beetje dicht. Oh. Oh jee. Is hij nou overvol geschoten? Wat is er gebeurd? Of was dat omdat ik iets deed? Ik denk dat ik iets deed wat niet hebben de bedoeling was. Ja, vet man. Even kijken of ze niet te vol worden hier. Die fluid... of die item drains. Het lijkt erop dat drie pompen genoeg zijn. En dat ze niet helemaal overspoeld raken. Dat is fijn. En als we ook eventjes hier kijken... volgens mij ziet het er allemaal goed uit. Very good, very nice, zeggen we dan. Ik ben alleen wel echt bang dat we te veel quantum entangled singularities hebben. Want als we dit nu weer helemaal los laten gaan... dan gaat hij weer echt als een gekke machine aan het werk. En dan loopt alles helemaal door. Oh, wacht! Nee, daar gaat iets fout. Er zit een zwart in. Dat is niet de bedoeling. Hier, die zwart die krijg je dus hier bij overcorrection. Dus dat betekent dat we een paar van de verkeerde kleuren erin hebben. Oh, ik weet al wat er is gebeurd. Wacht, wacht. Stop de machine. Halt. Nee, alles gaat fout. Oh, nee. Dit is zo niet de bedoeling. Ja, dit is wel echt een verdik mijn eigen schuld. Want ik ben dus vergeten een lock te zetten op alle dingen. En dat is dan weer prachtig uitgelegd. Maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. We hadden natuurlijk eventjes de sleutel erin moeten zetten na het zetten van de items. Want anders dan zet hij bijvoorbeeld vervolgens paars hier. En als je paars wast, dan krijg je deze, de overcorrection. En dit is niks waard. Dus je moet er maar exact uitkomen. Ik ben vergeten dat uit te leggen. Als je dus niet exact uitkomt bij paars, dan heb je dus niks meer. Weet je, kan gebeuren. Unlucky noemen we dat, I guess. Dan zetten we deze er weer op en dan kunnen we alles er weer ingooien. En ik denk dat we al deze dan in de nullifier kunnen doen. Oh, dat is wel handig dat je ook gewoon een knopje hebt. Oké, hij mag weer aan, denk ik. Ja, hij werkt weer. Als volgende stap... Wacht, we moeten wel eventjes deze natuurlijk even oppakken. Helemaal... Ja, quest gecomplete. Perfect. Wat we dan moeten doen is... Throwing Flash heet het. Het is heel simpel. Het is namelijk het exposen van de chromatic compound aan licht. En wat is nou precies licht? Nou, ik denk dat je al een vermoeden hebt. Het is niet torches trouwens, dat is fout. Alhoewel, misschien wel trouwens. When dropped as an item, chromatic compound will absorb light around itself and eventually turn into refined radiance. Choose one of three approaches. Hey, kijk. Auto-placing light emitting blocks near the dropped compound items. Is niet heel duidelijk wat dat is. Ik snap het zelf niet eens. Supplying light emitting blocks
works as items on nearby depots, belts, blocks need to be line of sight of the items. Of throwing the compound into a beacon beam for free and instant conversion. En dat klinkt natuurlijk ideaal. Gratis houden we van. We zijn Nederlanders. En instant, dat is snel. Tijd is geld. Nou hadden we, zoals ik eerder had vermeld in de vorige video, al 3 Wither Skeleton Skulls. Deze hebben we op stream verzameld hier op YouTube. En we hebben hier ergens onder dus ook nog wel wat Soul Sand liggen. Ik heb er niet al te veel van. Wat ik alleen graag wil uitvinden is of we nog de Wither kunnen trappen onder bedrock. Want we hebben geen bedrock hier namelijk. We hebben wel deze blokken. De Mystical Obsidian Rune. En dat is ook unbreakable. Dus het zou in principe goed moeten komen. Het is alleen onzeker of de Wither hier iets mee kan. Of die het kan breken. Maar ik neem aan van niet. Even kijken. Obsidian moeten we even een plusje maken. Dan hierop de Soul Sand. En dan als het goed is 3 Wither Skeleton Skulls. Dan spalt hij Withering Heights. En dan wachten we even tot de mooie explosie. There you go. En, zit hij nu vast? Ja, oké, topper. Ik weet wat je denkt. Ik ben een klein beetje een pussy dat ik het op deze manier doe. Maar to be fair, ik had geen zin om 2 afleveringen na elkaar te sterven. En dat begrijp je hopelijk wel. Hey, we hebben een Nether Star. Perfect. Alright. En dan gaan we weer terug. En dan slopen we het bed. En dan gaan we weer heen. En dan spannen we niet. Fijn. Oh, en we spannen weer wel. En dan kunnen we weer gaan. Swoop, swoop, home. Jazeker, topper. Oké. En dan hebben we natuurlijk iron blocks nodig. 34 is meer dan genoeg, denk ik. Alright. Dan kunnen we verder met de volgende stap. We willen hier een funnel hebben. En die output natuurlijk onze chromatic compounds. Die moet dan boven de beacon zitten. Dus dan plaatsen we hier lekker onze iron blocks. Zoals dit. En dan de beacon eronder. En als het goed is, ja, die staat gewoon aan. Kunnen we natuurlijk onze enchant kiezen. Gaan we voor haste of speed? Ik denk dat ik voor haste ga, want waarom niet? Sneller minen, altijd chill. Speed heb ik niet echt nodig. Ook al ren ik heel vaak naar mijn kisten, maar whatever. En wat eventjes een mooi voorbeeld is, is stel we gooien deze hierin. Het wordt, wat je net zag wat het werd, een refined radiance, zoals je zag. Behalve dat... Oh, we kregen even een achievement. Behalve dat deze zo meteen op output staat. Dus hij gaat hier niet in. Hij gaat omhoog. Want deze dingen vliegen blijkbaar omhoog als ze het licht zien. En dat is op zich niet heel erg. Maar we moeten hem natuurlijk ook weer opvangen. Als we de Refined Radiance hebben, moeten we hem namelijk nog pletten met een press. Nou, dat is niet heel ingewikkeld. En daarna moeten we dit ervan maken. Een Radiant Induction Coil. Geen idee wat het is, maar je maakt het met een mechanical crafter. Dat is ook vrij simpel. En daarna moet je het in deployer zetten. Uiteindelijk met een chromatic resonator. Daar hebben we nog niks mee gedaan. Is ook nu niet belangrijk. Maar het is wel belangrijk dat we weten dat het uiteindelijk in deployers moet. De manier die ik had bedacht om dit heel makkelijk op te vangen was dus met een belt. Want dit licht gaat door een belt heen. Dus het wordt geoutput. En dan komt het, als het goed is, gewoon op die belt terecht. We kunnen dat wel eventjes een soort van testen. Hier, wacht. Als ik deze snel omdraai. Ja, kijk, hij komt gewoon op die belt terecht. Nou, hij moest natuurlijk gepressed worden, dus ik maak even een nieuwe press. En die zetten we dan denk ik hier neer, zodat hij meteen kan pressen. Wat moest er daarna nog mee gebeuren? Oh, dan moet het in een crafter. 1 losse mechanical crafter, voilà. En daar doen we dan natuurlijk een funnel in als input. En als we dat hadden, dan moest dat natuurlijk naar de deployers, zodat het geassembled kan worden. Wat je dus doet, je pakt een precision mechanism. Nou, dat hebben we al helemaal geautomatiseerd. En dan maken we dan een inductive mechanism van. Wat we daarvan kunnen maken is een invar machine. En een invar machine, dat heb je weer nodig om echt de meest belachelijke apparaten te maken. Zoals een pulverizer of een magma crucible. Van de meeste weet ik niet wat ze doen. Behalve dat ik je kan vertellen dat dit gewoon super... ja, we gaan echt de technologie kant op van de game. Het wordt minder machines met heel veel draaiende dingen. Nee, het wordt nu echt... computer. En daar ben ik zelf best wel enthousiast over eigenlijk. Wat we nog kunnen doen is om het een soort van nice te maken bij deze deployers. Die nu heel raar geplaatst zijn, ik weet het. Zo, beter. Dat we item pipes gebruiken om deze items die eruit komen. Dat waren ook alweer de Radiant Induction Coils. Hier, dat we de low extraction daarop zetten. Dat we dan, I guess, Radiant Induction Coils even fixen. Door ze even met de hand te craften. There you go. En dan trekken we deze allemaal even los. Zodat we hier even snel deze kunnen craften.
En hopelijk vlieg jij niet omhoog of zo. Dat zou heel veel... Ah, bedankt. Dan kunnen we namelijk hier eventjes de filter opzetten van Radiant Induction Coil Allowed. Anders trekt hij namelijk alle items eruit, denk ik. En dat zou hij dan hier moeten verdelen over deze twee? Weet je wat? We gaan het zien. We gaan het aansluiten en kijken of het werkt. Oké, I fixed it. En zoals de heer Mario van Mario Kart zou zeggen, let's go. Eens kijken of alles soepel naar boven komt. Ja, want hij pauzeert hem ook, zo te zien, als er een cue is. En dat is top. Dus dan gaat het in de Mechanical Crafter. De Mechanical Crafter put het zeker out. En dan komt het daar vast zitten. Oké, halt, ho. Het gaat niet helemaal goed. Als je het echt niet meer weet, vertrouw dan op de hoppers. Want nu hoppen we het gewoon in deze barrel. En dan pijpen we hem gewoon hier naartoe. Wel natuurlijk een extraction module erin. Die hebben we al. En dan eventjes de pijpje afstemmen. Dat hij bijvoorbeeld niet in de gearbox gaat. Ik wil hem horen craften. Jazeker, hij heeft gecraft. Hop, dat meen je niet. Hij kwam eruit. Oh, misschien hadden we deze nog even naar beneden moeten zetten. En nu dan, alsjeblieft. Zit hij in de pijp? Ja, hij gaat erin. Oké, het lag aan het pijltje. En nu komt hij als het goed is hierin. Perfect. En ik vraag me nu dus af, wat gebeurt er als we de tweede erin doen? Dus laten we zeggen, we doen hier weer zo'n ding in. En dan gaat hij natuurlijk met de pijp omhoog. Perfect. Gaat hij dan naar de ander? Verdeelt hij dat als een soort round robin? Nee, hij gaat hem hierin stoppen. Maar dat is niet heel erg. Als hij deze als eerst vult, dat zijn we gewend. Ja, en nu is het dus even genieten geblazen. Want nu gaan we dus echt alles aanzetten. Inclusief deze. En dan gaat alles helemaal lijp. En daar houden we van. Want het werkt. Het enige wat ons nu nog te doen staat, is om het niet afschuwelijk lelijk te maken. Dan wil ik, terwijl we dat fixen, jullie alvast bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Te abonneren als je deze serie leuk vindt. En dan zie ik je hopelijk bij de volgende video. Hartelijk bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Peace out.